Ja, vorig jaar maart toen hebben wij hier een GPS-diefstal gehad. Toen zijn er hier s'nachts een aantal mensen op het trein geweest. Toen hebben ze vier GPS-systemen meegenomen. En daarnaast nog twee bedieningsmonitoren van tractoren. De schade was toen rond de 100.000 euro. Dus dat was een flinke schade. En daarnaast heb je nog schade van dat je je machines op dat moment niet kunt gebruiken zoals je ze gebruiken wil. En het is ook een hele klus geweest met verzekeringen en zo om die schade weer vergoed te krijgen. Ik heb dat 's morgens vroeg ontdekt en toen heb ik de politie gebeld. En die zijn vrij snel ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Politieonderzoek heb ik wel een keer bericht van gehad dat dat gesloten is. Maar ze hebben schijnbaar niks teruggevonden van materialen die hier meegenomen zijn. Dus het probleem van GPS-diefstallen neemt eigenlijk ieder jaar toe. We hebben bijvoorbeeld over 2020 een toename gezien in schadebedrag van ruim 50%. Dus we kunnen echt zeggen dat het een groot probleem is. Landelijk geeft de politie aan dat de schadelast, ik praat over directe schade, tussen de 6 en de 7 miljoen betreft. Nou, wat wij gaan doen om deze cijfers naar beneden te krijgen, wij hebben contacten met leveranciers. Want ik denk dat die ook nog wel een deel van de oplossing kunnen bieden. En voor een deel bieden ze die al hoor. Door bijvoorbeeld pincodes op apparatuur beschikbaar te stellen. We hebben contacten met de politie om echt die opsporingsprioriteiten te stellen. En ook de politie gewoon alert te houden. Toen hebben we eigenlijk gezegd van ja, wat kunnen we nou nog meer doen? Wat is eigenlijk weggelegd voor iedereen? Nou, dan hebben we ook overleg met de politie, maar ook met verzekeraars. En dat zijn eigenlijk de twee eenvoudige stappen waar we vandaag voor staan. En die vallen uiteen in registreren van apparatuur en markeren van apparatuur. En die actie die trappen we vandaag 5 februari af. Wat wij merkten bij de contacten met onze leden ook, is dat er niet voldoende over serienummers kon beschikken. Dus je apparaat was gestolen, de politie kwam langs en het serienummer had je niet of te laat. En dat treft je in de opsporing. De computersystemen van de politie werden niet goed gevuld. We hebben gezegd dat moet veranderen. Dat is een stap waar kunnen we makkelijk op ingrijpen. Daar hebben we eigenlijk een heel handig appje voor. Die bestaat gewoon, dat heet de Stop Heling app. Die Stop Heling app kun je gebruiken om een registratie heel makkelijk te maken. Je fotografeert het apparaat, je legt het serienummer vast. Het staat dus alleen op je telefoon, niemand kan erbij. Dus wat de truc is, heel simpel, je zorgt dat die registratie op orde is en je mailt het jezelf. Dus tref je het onheil, kun je alle minuut die registratie verstrekken aan de politie. En wat net zo belangrijk is, ook je verzekeraar heeft behoefte aan die gegevens. Want je wil immers je schade snel afgehandeld hebben, je trekker staat stil, je moet wat werk doen. Dus registreren via die Stop Heling app vinden wij belangrijk. En de tweede stap eigenlijk is het markeren van apparatuur. En dat betekent eigenlijk, je gaat apparatuur uitrusten met een label. Een labeltje van hard plastic, een dun labeltje, dat monteer je op de apparatuur met een soort lijm, een superlijm zit erop, krijg je er niet af. Krijg je het er echt niet af? Ja, met grof geweld krijg je het eraf. En is het apparaat niks meer waard? En dat heeft een groot voordeel, eigenlijk twee voordelen. Want je hebt nou apparatuur te maken die op naam gesteld is, met labels die je niet af kan krijgen. Je kunt er dus eigenlijk niks mee. Dus in de logistiek ga je die heren treffen, maar ook in het helingscircuit ga je ze benadelen. Maar ja, wie wil een apparaat kopen met de naam van iemand anders erop? Nou, wat wij willen bereiken met deze campagne, zeg maar, vanuit Cumula en ook vanuit de aanhakende partijen, is dat we eigenlijk met alle ondernemers in het buitengebied met deze twee stappen op dit moment maximaal kunnen beveiligen. Dus eigenlijk wat we willen, en dat zou mijn grote droom zijn, als we 70% tot 80% van al het materieel in Nederland, dus het bedieningsscherm van de trekker, maar ook het bedieningsscherm van de GPS-systemen, goed geregistreerd hebben en goed gelabeld hebben. Ik denk dat we daar een behoorlijke stap mee gaan maken. Ja, ik denk op zich, het is een vrij eenvoudige, goedkope manier om toch weer wat te doen. Kijk, als je een label op zo'n scherm hebt zitten waar jouw gegevens vast op staan, wat niet makkelijk te verwijderen is, is het toch alweer minder interessant om weg te halen, denk ik. En ook als je rondrijdt met spullen met een naam van iemand erop, dan is het toch ook alweer iets moeilijker om mee langs de weg te rijden, denk ik. De registratie-app, de Stop Heling-app, zeg maar, kost je nul, niks. Om niet. Kun je gewoon downloaden, is een veilige app. Heeft het ministerie van Justitie al betaald voor ons in Nederland. Kan iedereen gebruik van maken. Het plakken van de labels en de waarschuwingssticker. Daar hebben we een bedrijf voor gevonden die dat landelijk wil produceren. Dus of je LTO-lid bent, LTB-lid, ZLTO-lid of Vedicom-lid of Cumula-lid. Dat kost je €35. Dan krijg je 20 labels. Dan krijg je 10 van die waarschuwingsstickers.
Je krijgt een montageset erbij, handschoentjes, ontvettingsdoekjes, schuurpapiertje, een goede gebruiksaanwijzing. En dan ben je eigenlijk voor 35 euro ex-BTW klaar. Wat wij zien bij ondernemers is dat die verregaande maatregelen nemen. Dit kan iedereen doen, maar we komen bij bedrijven die gewoon kluizen bouwen, veilige ruimtes bouwen, waar de spullen in opgeborgen worden. Ik denk ook dat wij de komende periode gewoon iedere keer weer wat, ook via onze communicatie, naar buiten brengen. Van joh, heb je hier aan gedacht? Voeg dit toe. We zijn van mening dat een beveiligingssysteem altijd praktisch moet zijn. En dit is een mooi en praktisch begin. Dus nee, dit is niet het ei van Columbus. Dit draagt deels bij aan de oplossing.